de nota zoals die vandaag wordt gepresenteerd is heel duidelijk geen voorspellende nota, maar dient u te beschouwen als een toekomstverkenning. Op basis van wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen jaren zijn wij gekomen tot een aantal conclusies rond maatschappelijke ontwikkelingen die zich voordoen. Die hebben we vervolgens vertaald in een aantal toekomstverkenningen. Uitgangspunt van de nota is dat de economie, het bedrijfsleven, bepalend is. En dat betekent voorrang voor de Randstad, de motor van de Nederlandse economie. Kortom, het kabinet wil dat de Randstad mee kan blijven concurreren op internationaal niveau. Bij het uitvoeren van de plannen rekent het kabinet op financiering door grote beleggers en bedrijfsleven. De nota is geen blauwdruk, maar geeft in grote lijnen aan hoe het zou kunnen. Nota's zijn interessante dingen, omdat het is een mengeling van tekst en een mengeling van tekening. En het is op de een of andere manier een rare overlap tussen planning, wat uiteindelijk iets is met kaarten, en politiek. En het zit daar op een rare manier tussenin. En Nederland is natuurlijk ook een maatland waarin dat nog net kan. Ik denk dat naarmate de derde dimensie steeds meer vorm wordt gegeven door mensen zelf, je er uiteindelijk dus een verschuiving krijgt in een vorm van slim beleid. Ik denk dat Finex eigenlijk al vrij snel een vies woord was, voordat ze überhaupt begonnen met die dingen. Ik bedoel, de hele Finex begon natuurlijk met een ongelooflijk dom schandaal, dat er een aantal locaties waren aangewezen om voor zeg maar de bebouwing van nieuwe wijken, dat tegelijkertijd er een proces van privatisering was, dat dat uitlekte, dat dat dus bekendgemaakt werd en dat dus uiteindelijk het een gelegenheid was voor een aantal mensen om heel erg rijk te worden, omdat het een soort, ja, het was een soort gelegitimeerde speculatie met voorkennis. In some sense, what you're having a political climate is that you have politics that is more interventionist than ever before. That is saying we have to, in order to ensure that things don't get out of control, we have to be completely and immediately on top of everything. And that's also part of the new political culture. On the one hand, the government seemed to let housing corporations do their own thing, and now the only answer seems to be is like total control over what housing corporations do. So I think in that sense, we're dealing with a politics that in a certain sense is uncertain about what kind of distance it can maintain from particular policy areas. What kinds of room can they give to experts? What kinds of room can they give to local stakeholders to do what they must do? And that the government in that sense is kind of schizophrenic about what it needs to do in this respect. We zijn nu hier op deze locatie en we kijken naar eigenlijk het plangebied, de stadswerven. Nou, aan de kaart zie je eigenlijk al hoe uniek het gebied is gelegen. Direct nabij de historische binnenstad, in het hart van de Drechtsteden. En eigenlijk volledig omgeven door de rivieren. Ja. In principe gaan we ook niet meer uit van Phoenix. Hè. Wij proberen zoveel mogelijk te verdichten in de bestaande stad. En we werken met veel meer verschillende partijen. Dus in plaats van met één grote partij een hele wijk uitrollen, doen we het nu met heel veel verschillende partijen en veel met particulieren. Ik denk, geef mensen de vrijheid en in vrijheid bloeien. Hè. Je kan je fantasie hebben en goed, als je het kan realiseren, dus de mogelijkheid hebben om dat te doen, ja, dan kan je echt een droomhuis bouwen.